Bring me back safely, old chap. Zijn de woorden van mijn opa, wat hij altijd zei, voordat hij een missie uitvoerde tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Pacific. Hij was een radiotelegrafist en boordschutter op een B-25 Mitchell, hier trots poserend voor zijn vliegtuig met zijn mede-crewleden. En op de achtergrond de pistol-packing mama, ook wel de beschermengel van hun vliegtuig. En toen ik een klein jongetje was, toen vertelde mijn opa altijd over zijn verhalen en over de missies die hij uit moest voeren. En een van die missies was bijvoorbeeld shipping. En dat betekent dat je 30 meter boven het water moest gaan vliegen om een aanval uit te voeren. In al zijn presentaties die hij heeft gegeven, nam hij ook altijd even de tijd om te vertellen over deze man. Want vrijwel niemand kent deze man. Dit is Jacob Pieter van Helsdingen. En hij is een van de weinige en zo niet enige persoon in de hele Nederlandse geschiedenis die 2 keer de militaire Willemsorde heeft verdiend. Dat is de hoogst haalbare onderscheiding die je maar kunt krijgen. En even in het kort, op 7 maart 1942 stond er nog 1 missie gepland, maar dat was een soort van dodemansmissie. Want er waren nog maar 4 vliegtuigen beschikbaar tegenover een enorme vloot aan Japanse vliegers. En er waren 4 vrijwilligers die zich daarvoor hadden aangemeld. Maar Van Helsdingen die hoorde dat een van die vliegers net vader was geworden van een kind in Nederland. Dus Van Helsdingen heeft tegen die man gezegd, jij blijft aan de grond en ik ga deze missie uitvoeren. En eigenlijk wetende dat het een zelfmoordmissie is. En dat bleek ook zo te zijn, want die slag hebben ze uiteindelijk verloren. 3 vliegers konden uiteindelijk weer veilig gaan landen, zijn ontsnapt. Maar Van Helsdingen is uiteindelijk bij deze missie gesneuveld. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat een vader weer bij zijn kind kon zijn in Nederland. En naar mijn mening is het een klein stukje menselijkheid dat wij hem kennen en dat wij weten wat daar is gebeurd. En de manier waarop mijn opa dat kon vertellen, dat inspireerde mij ook weer om mijn eigen missie te volgen, mijn eigen visie achterna te gaan in de dingen die ik doe in mijn leven. En zodoende ben ik 5 jaar geleden een onderneming gestart, Innovatiestudio Morgen. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik zeker niet de beste ondernemer ben die er is. Want ik heb eigenlijk nooit een concreet product gehad wat ik verkocht. Ik heb nooit echt een businessplan gemaakt. En ik heb ook nooit eigenlijk een business case geschreven voor mijn onderneming. En wat ik wel had, was heel veel ambitie, enorm veel energie, maar met name eigenlijk een visie op dat dingen anders moesten gaan in de maatschappij. Dat dingen op een bepaalde manier niet klopten. En hoe dat dan was, dat wist ik eigenlijk niet precies. En omdat je dat niet weet, dan ga je zelf maar concepten bedenken. En ga je zelf maar producten maken om die visie te uiten. En een van de eerste dingen die we hebben ontwikkeld is een eigen kledingmerk. Wat is voortgekomen uit 2 irritaties op social media. Ten eerste, social media vind ik supermooi. Maar het mist eigenlijk de menselijke sociale interactie. Omdat eigenlijk alles plaats gaat vinden op je telefoon of achter je beeldscherm. En ten tweede, omdat iedereen wat kan vertellen, dan kan iedereen ook dingen gaan delen, foto's delen, filmpjes delen. Bedrijven gaan natuurlijk heel veel promoten. En het gevolg daarvan is dat de bijzondere verhalen, de waardevolle verhalen, die raken eigenlijk vergeten. Die raken ondergesneeuwd op je tijdslijn. En vanuit dat principe zijn wij een kledingmerk gestart, waarin we bijzondere verhalen uit de maatschappij gingen verzamelen. En van ieder verhaal een ontwerp gingen maken om uiteindelijk op een shirt te plaatsen. In de nek van het shirt plaatsten we 50 woorden. En die 50 woorden waren eigenlijk een soort van samenvatting, wat eigenlijk de essentie van het verhaal betekende. Met het kledingmerk wilden we eigenlijk 2 dingen doen. Ten eerste, interactie gaan creëren. Dat als je in de rij staat van de supermarkt en mensen lezen je verhaal, dat je in gesprek aan kan gaan. Maar met name ook die bijzondere verhalen die er zijn, een nieuw canvas geven, zodat ze niet vergeten raken. En we hebben heel veel toffe dingen bereikt. We hebben daar ook een investeerder voor gevonden. Ik begrijp nog steeds niet waarom hij is gaan investeren, want ook hier hadden we niet echt weer een businessplan voor gemaakt. We hebben ook verschillende winkels gelegen, ook best wel wat shirts verkocht. En we hebben uiteindelijk zelfs ook op de modefabriek gestaan in Amsterdam. En dat was wel lachen, want ongeveer 1 of 2 dagen van tevoren, voordat het evenement begon, toen hoorden we dat we daar konden staan. Met een budget van -10 euro, dan ga je maar naar je zolder toe om daar een soort van stoel en een tafel te halen en een kledingrekje die je bij de kringloop hebt gehaald. En dan sta je daar tussen Tommy Hilfigers en de Ralph Lawrence die 1.000 euro en een enorme stand hebben gebouwd. Dus wat doe je? Je pakt lekker biertje erbij en je gaat het maar een beetje ongemakkelijk weglachen. En we zijn uiteindelijk daar ook niet mega succesvol geworden. Uiteindelijk hebben we het kledingmerk ook moeten stoppen. Maar je hebt uiteindelijk wel heel veel geleerd, omdat je helemaal vanaf niks op een gegeven moment een kledingmerk gaat bouwen. Maar wat wel de toffe dingen waren, waar we wel succesvol in waren, waren eigenlijk de reacties die we kregen van de mensen die een shirt hadden gekocht. Dit is bijvoorbeeld een mevrouw en haar 2 zonen. En zij heeft dit shirt gekocht en dit shirt heette Op dat men niet vergeet. Dus dit shirt is ook gebaseerd op het verhaal van mijn opa in de Pacific. En deze vrouw,
Zij heeft haar man verloren, maar haar man heeft ook in dezelfde oorlog gevochten als mijn opa. Dus voor haar was het een soort van herinnering wat zij kon ophalen weer door middel van het shirt. En voor haar was het ook een klein stukje respect wat ze kon krijgen. En dat vond ik dan zo mooi dat uiteindelijk maar is het maar een shirt, is maar een klein product, dat het op een bepaalde manier toch een bepaalde impact kan maken. En een ander tof idee wat we hadden met het shirt was met deze man. Dit is Bedros en misschien is hij beter bekend als straatnieuwsverkoper op Hoogkaterijn of op het Vredenburg. En wat hij altijd zegt is mooie mensen, mooie mensen, mooie mensen, goeiedag, mooie mensen. Hij kan namelijk geen Nederlands en dat is eigenlijk het enige wat hij kan. Maar ik had iets over hem gelezen op het internet van waarom hij dat nou precies zegt. Dus ik dacht ik ga met hem even in gesprek. Dus ik ben naar hem toegegaan en ben met hem gaan praten. En hij vertelt uiteindelijk ook best wel een heel bizar en bijzonder verhaal. Want hij zegt ik kom uit een land wat niet meer bestaat. En door een oorlog zijn er echt honderdduizenden mensen zijn vermoord door een verschil in geloof. En ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn ouders zijn vermoord, ik ben mijn kinderen kwijtgeraakt. Ik had geen geld meer, geen eten meer, geen identiteitsbewijs meer, dus ik kon ook helemaal niks. Maar wat hij wel altijd blijft zeggen, we moeten elkaar niet gaan haten. We moeten elkaar lief hebben, we moeten samen delen, samen plezier maken, samen spelen. Het maakt maar niet uit of je nou christen bent, of joods, of boeddhistisch. We zijn allemaal mensen. En dat is de reden waarom hij zegt, goeiedag, mooie mensen. En naar mijn idee is het zo'n klein stukje menselijkheid, dat als je zoveel bijzondere, bizarre shit hebt meegemaakt van de oorlog, dat je toch iedereen wil groeten met mooie mensen. En dat stukje menselijkheid, dat wilden we dan ook gaan vangen met het kledingmerk, zodat dat niet meer vergeten en ondergesneeuwd raakt op je tijdslijn. En als we kijken naar het verschil tussen menselijkheid en onmenselijkheid, is er misschien wel geen groter verschil te benoemen dan wat er nu gebeurt in Griekenland in de vluchtelingenkampen. En ik ben daar inmiddels 2 of 3 keer geweest, de 4e missie staat ook al een beetje in de planning, omdat ik hoorde dat het daar slecht aan toe gaat en dat er hulp nodig is. Dus ik denk, ik ga daarheen. En ik vind het heel bizar om te beseffen wat het verschil is tussen de cijfers die je hoort en de verhalen die je uiteindelijk hoort van de mensen die je spreekt. Want als we horen 60.000 mensen er nog vast, en dan hoor je, ja, dat is best wel veel mensen, 60.000 mensen. Of als je hoort, er is weer een boot gezonken, 1200 mensen zijn verdronken. Wow, ja, dat is wel heftig. Maar het raakt je pas eigenlijk echt als je met iemand spreekt wat hij heeft meegemaakt. Zo sprak ik bijvoorbeeld deze jongen. En hij vertelde mij dat hij is ontvoerd door een terroristische organisatie. En dat hij geblinddoekt is, dat hij dagenlang heeft vastgezeten, dat de mensen zijn vermoord. Maar een aantal dagen is hij uiteindelijk kunnen ontsnappen. En heeft hij maandenlang was hij op de vlucht om uiteindelijk in Griekenland aan te komen. Maar hij zegt, ik zit hier nog steeds gevangen. Want ik kan helemaal niks. Ik heb geen middelen om iets te kunnen bereiken. En ik betaal voor de dingen die ik niet heb gedaan. Wat moet je je voorstellen? Je bent op de vlucht. Je bent maandenlang eigenlijk aan de vlucht en nog steeds je leven niet onzeker. En je komt op een gegeven moment bij de grens aan die potdicht zit. En vol met prikkeldraad. En waar je Europa je eigenlijk behandelt als een soort stuk afval of het afvoerputje. En na verloop van tijd word je onderverdeeld in kleinere kampen. En zit je met heel veel mensen op een heel klein kamp in een tentje te slapen. En daar is het ook, heb je geen privacy, heb je hele slechte hygiëne. En iedere dag hoop je maar op gezonde voeding, op normaal drinken en in deze tijd van het jaar ook warme kleding. Want ik dacht dat Griekenland echt een tropisch klimaat altijd was. Totdat ik daar precies 2 weken geleden ook was. En dat er echt een koufront vanuit Rusland overkwam en bovenop Griekenland landde. En ik heb daar meegemaakt hoe het -10 was en er een dik pak sneeuw kwam door middel van een sneeuwstorm. En moet je je voorstellen dat je dan in een tentje ligt te slapen waar je al maanden in ligt. Dat is echt een soort van kramperen. En de kinderen die liepen vaak op crocs. Ik had warme bergschoenen aan, maar de kinderen liepen vaak ook nog steeds op crocs. Of hadden geen warme winterjas om ze even goed te kleden voor de kou. En door het slechte weer waren ook alle waterleidingen waren vastgevroren. Dus geen stromend water, niet kunnen douchen, niet je makkelijk even schoon kunnen maken. En die mensen zitten al 9 maanden vast in dat kamp. En in 9 maanden delen die 500 mensen, delen 24 dicties met elkaar. Maar door het slechte weer waren de wegen ook heel slecht begaanbaar. En normaal gesproken werden die dicties om de dag bijvoorbeeld schoongemaakt. Maar door het slechte weer kon de schoonmaakploeg niet komen. Dus moet je je voorstellen dat er een week lang niet werd schoongemaakt. En ik heb het gezien aan letterlijk iedere dictie waar een drol op de rand of op de vloer lag met overrotzooi en afval. En dat is hoe je iedere dag
je behoefte moet gaan doen. En niet even schoon kunnen maken of even kunnen douchen. Dus wat ga je doen? Je gaat helpen. Je gaat helpen met uitdelen van eten, uitdelen van drinken en special needs. Iedereen heeft weer wat extra medicijnen, ijzer nodig, bijvoorbeeld vooral die kleine kinderen. En dan zie je eigenlijk dat iets heel kleins een enorm veel impact kan maken, enorm veel effect kan hebben. Al is het maar een pak melk wat je kan geven. En naast die praktische hulp, juist ook even de aandacht geven aan de mensen. En even spelen met de kinderen. We hebben bijvoorbeeld een enorm feest georganiseerd voor alle kinderen. Met Syrische muziek, met Hollandse muziek. We hebben daar ook letterlijk even de Polonaise gelopen op Jan Smit. En met de kinderen was het hartstikke lachen natuurlijk. En ook Jan Huigen en de Ton hebben we gezongen. En dat is wel leuk, want die kinderen kennen natuurlijk allemaal geen Nederlands. Dus die moesten keihard lachen als wij op een gegeven moment allemaal op de grond lagen. Ook even salsa kunnen dansen. Nu weet ik eindelijk waarom ik mijn proefles salsa les heb gevolgd. Maar het was heel leuk om dan een enorm groot feest te organiseren van al die kinderen. Maar wat ik vooral bijzonder vond, waren de kleinere feestjes die we gingen organiseren. Want waren, in die periode dat wij er waren, waren ongeveer 13 kinderen waren jarig. Dus we hebben voor hun iets georganiseerd. We hebben cadeautjes ingepakt. We hebben bij de lokale bakker een mooie taart gehaald. En dan gingen we langs al die tenten langs waar iemand jarig was. Dus dan moet je je voorstellen, nou, B2, dat is een klein jongetje jarig. Dus loop je naar die tent toe, een tikje daar op de tent. En op een gegeven moment gaat die tentdeur open. En daar zie je dit kleine mannetje naar buiten komen. Die dan 2 jaar is geworden. En dat vind ik dan zo prachtig om te zien dat iemand zo verbaasd op kan kijken. Doe je zijn feestmuts op en dan ga je voor hem met een paar mensen happy birthday zingen. En even later kreeg ik een appje van iemand uit van mijn team. Die zei van Hugo, je moet even naar tent E6 komen. Ja, ik denk, dat is goed. Ik moest eerst nog wat andere dingen doen, dus ik was natuurlijk weer te laat. Maar op een gegeven moment loop je daar, E8, E7, E6, en kom je bij die tent aan. En ook daar tik je weer op de tent, doe je netjes je schoenen uit. En daar hebben ze dus een heel klein verjaardagsfeestje georganiseerd. En er waren dus ook andere kinderen waren daar uitgenodigd. Moeder heeft de best gedaan om wat lekkers te maken, wat lekkers koekjes te maken, wat drinken erbij. En dat vind ik dan zo prachtig, want ze zaten letterlijk op mij te wachten met het aanzenden van de taart, en het aansteken van de kaars en uiteindelijk ook weer het uitblazen van die kaars. En ik vind dat zo bizar dat in zo'n onmenselijke situatie toch zoiets moois, zoiets puurs, toch weer een stukje menselijkheid kan gebeuren. En op een gegeven moment iets later, dan zit je weer in het vliegtuig toe naar Nederland. En toen kwam bij mij eigenlijk alles binnen. Ik heb zitten janken als een klein kind dat bang was om te vliegen. Omdat ik toen pas het contrast zag tussen menselijkheid en onmenselijkheid. En op een gegeven moment ga je ook anders kijken naar hoe wij hier leven. En naar mijn idee zijn we hier steeds meer gefocust op de prestatie die wij leveren. Op de successen die je haalt. Op het geld wat je verdient of de status die je hebt. We zijn steeds meer gefocust op de telefoon, wat er op onze telefoon gebeurt, in een enorme information overload, dat we soms zijn vergeten waar het eigenlijk echt om gaat. Het gaat namelijk om dat we allemaal gehoord willen worden. We willen allemaal gezien worden. We willen allemaal gerespecteerd en gewaardeerd worden om wie wij eigenlijk echt zijn. Want een groot probleem bij radicalisatie is dat jongeren zich niet gehoord voelen. En dat ze het gevoel hebben dat er geen plek voor hun is in de maatschappij. En het zijn juist die kleine dingetjes, vaak die immateriële dingetjes, die voor dat stukje menselijkheid kunnen zorgen. Dit is bijvoorbeeld een tekening van een jongetje uit Nederland voor een jongetje uit Syrië. Maar je moet je voorstellen als hier stond, je bent niet welkom en ik hoop dat jij verdrinkt. Het zijn die kleine stukjes menselijkheid, zoals op dat verjaardagsfeestje met een kaarsje aansteken. Of als je even de tijd neemt om daadwerkelijk naar elkaars verhaal te kunnen luisteren. Of als je ook even stilstaat bij de mensen die iets hebben gedaan waardoor wij in vrijheid kunnen leven. En het hoeft niet altijd iets groots te zijn wat je doet. Het zijn juist ook die kleine dingetjes die voor een groot effect kunnen zorgen. Mijn moeder vertelde mij laatst dat zij altijd de boodschappen doet en dan loopt ze naar de auto toe. En daartussen is altijd iemand die de straatnieuws verkoopt. Nu kwam ze bij de auto aan en toen bedacht ze van, hey, dat hele Griekenland verhaal, laat ik ook maar eens iets gaan doen. Was ze een straatnieuws gaan kopen. En ik vind het heel mooi dat ze dat dan weer een klein beetje met de tranen in de ogen vertelt. En diezelfde avond liep ik naar huis toe, liep ik over het Jaarbeursplein, over die hele trappen liep ik naar beneden. En het was echt zo'n treurige, droevige avond, het was al donker, het regende een beetje. En het was rond de Sinterklaasperiode, want iemand, een straatmuzikant, die speelde daar op zijn trompet Sinterklaas Kapoentje. En toen bedacht ik me, wat mijn moeder heeft gedaan, dan moet ik eigenlijk ook weer iets gaan doen. Dus ik heb die man wat geld gegeven. Maar het grappige is,
omdat ik dat weer deed, zagen andere mensen dat ook, die uiteindelijk ook weer zijn omgedraaid om die man weer wat geld te geven. En uiteindelijk is het maar een heel simpel, stom voorbeeld, maar het geeft wel aan dat een kleine handeling heel veel effect kan hebben. En het gaat erom dat wij een keuze maken om iets te doen. Dat wij onze twijfels, onze excuses of onze vooroordelen gaan omzetten naar een plan en naar een actie. Want uiteindelijk ben ik maar 3 keer een week naar Griekenland gegaan om daar te helpen. Maar ik heb er wel voor gezorgd dat tenminste dit meisje voor even kon gaan lachen. Want als je nu nog niet de hele wereld kan veranderen, begin dan met het veranderen van de wereld van 1 persoon. En daarom is mijn vraag aan jullie allemaal, wat kunnen we dit weekend gaan doen om het kleine stukje menselijkheid te gaan brengen? Dank jullie wel.